zoals we weten is het maandag, dus is het weer tijd voor... Abzo Sportstudio. Zeker. Gisteren, misschien heb je het gezien, gisteren was in Limburg de Amstel Gold Race. De enige Nederlandse wielerklassieker. En daar gebeurde iets geks. Een zenuwslopende finish bij de Amstel Gold Race vandaag. De Nederlandse wielerklassieker eindigt in een tweestrijd tussen Kwiatkowski en Cosnefroy. De finishfoto moet eraan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Ja, het was millimeterwerk. Een verschil van een paar microseconden. En het was onduidelijk wie er nou had gewonnen. Eén grote chaos, maar gelukkig is hier onze vaste analyticus Diederik Smit. Diederik, welkom. Ik denk het wel, ja. Ja, eerst maar even. Hoe belangrijk is de Amstel Gold Race binnen het wielrennen? Nou ja, je hebt natuurlijk de drie grote rondes. Hè? De Giro d'Italia, Tour de France en de Vuelta. Die zijn het belangrijkst. Maar je hebt ook de eendagskoersen, de voorjaarsklassiekers. En de drie belangrijkste klassiekers, dat zijn de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en... Amstel Gold Race. Parijs-Roubaix. Hè? Dat is de hel van het noorden. Kasseien, legendarisch. Maar de Amstel Gold Race, die heb je ook. En dat is de enige wielerklassieker die in Nederland wordt gereden. In Zuid-Limburg? Jawel, maar toch. Ja. En waarom heet het eigenlijk Amstel Gold Race? Nou, dat was ooit een biertje, maar dat bestaat niet meer. Joep van het Hek weer? Nee, dit was gewoon, het was wel even klaar of zo. Oké, maar... Die race die heet dus nog steeds Amstel Gold Race. Komt het vaker voor dat een sportwedstrijd vernoemd is naar iets wat niet meer bestaat? Nou, niet zo vaak. Je hebt natuurlijk wel de Sony Discman Run in Winsum. Johan Cruijffschaal. Dat zijn een beetje de uitzonderingen natuurlijk. Ja, ja. Oké, goed. Maar wat ging er nou mis gisteren bij die finish? Nou, ten eerste dat Mathieu van der Poel niet won. Dus daar is kennelijk iets niet goed gegaan. Ik weet niet hoe dat kon gebeuren. Maar uiteindelijk werd het dus een sprint tussen de Pool Kwiatkowski en de Fransman Cosnefroy. Cosnefroy van heel ver gaat hij de sprint aan, de Fransman. Cosnefroy nog altijd aan de leiding. Kwiatkowski komt een beetje in de buurt, maar de Fransman houdt marge. En de Fransman lijkt stand te houden. Komt de Pool, het is Cosnefroy voor Kwiatkowski. Cosnefroy, terechte winnaar? Nou, dit was nog niet officieel. Hè? Dit was, daar gaat de jury over. Hè? En die moet natuurlijk eerst checken. Wacht even, is er een jury bij wielrennen? Ja, Herbert Dijkstra mag dat niet in zijn eentje bepalen. dat doet de jury. Hè? Die checken eerst alles. En pas daarna kwam na een tijdje het verlossende woord. 25 meter. Hij weet het wel, hoor. Cosnefroy, wat duurde dat lang, zeg. Verdiend gewonnen. Verslaat hier een man die al twee keer hier op het podium staat. Terechte winnaar? Ja, denk het wel. Ja. Oké, en waarom wisten ze dat dan niet meteen? Ja, het was dus echt millimeterwerk. En dan checken ze het extra goed, denk ik. Oké. Nou, fijn voor die Fransman. Wel balen voor die Pool. Ja, maar zijn tijd die komt nog wel. Namelijk 1 minuut later. Is het dan toch de Pool? Van hieruit zou je zeggen, is het toch Kwiatkowski? Het zal toch niet waar zijn? Kwiatkowski wordt nu gezegd. Kwiatkowski wordt als winnaar hier uitgeroepen. En zo slaat de vreugde om in een diepe teleurstelling bij de Fransman Cosnefroy. Kwiatkowski, terechte winnaar? Ja, denk het wel. Ja. Verdiend. Maar wat... Wat was er nou gebeurd? Nou, ze zijn de finishfoto gaan bekijken. Want dat hadden ze nog niet gedaan? Nee, ja, zo'n foto dat duurt natuurlijk altijd even. Hè. Dat moet ontwikkeld worden, je moet naar de kruidvat, heel gedoe. Nou, maar toen hadden ze hem eindelijk. En als je hem dan hebt, dan zie je meteen dat Kwiatkowski, die onderste, dat hij net iets eerder is. Maar waarom roepen ze dan eerst dat hij dat hij Fransman gewonnen had. Cosnefroy, ja. Nou ja, de jury die was erop gebrand om dit keer meteen de winnaar uit te roepen. Want vorig jaar, toen ging het ook al mis bij de Amstel Gold Race. Dit was hier, vorig jaar. Nou, hier gaan we het zien. Nou, zegt u het, dames en heren, ik twijfel tot op de laatste millimeter. En hier, een fotofinish. Zijn we nu overtuigd? Wat heb jij gezien, Mark? Ja, dat die bovenste in beeld het eerste er was. Dat moet dan van aard geweest zijn.
Van Aert terecht de winnaar? Nou ja, Van Aert die werd vorig jaar dus aangewezen als de winnaar. Maar daar was ook wel twijfel over, omdat de camera die de finishfoto maakte... die zou niet precies ter hoogte van de finish hebben gestaan. Maar stond hij dan in een bos verderop? Ik denk het, ja. Dat weten we niet. Maar dat was dus chaos vorig jaar. En dat is nog steeds een soort trauma. Dat kon je ook nog wel horen gisteren bij het commentaar. Wat kan wielrennen toch ook hard zijn? Nou, ik durf er bijna niks over te zeggen... omdat we eigenlijk van vorig jaar nog steeds niet weten wie er heeft gewonnen. We weten nog steeds niet wie er vorig jaar heeft gewonnen. Nee, misschien wel Michael Bogert. misschien toch Al Gore, we weten het niet. Nee. Maar Diederik, je zegt net tegen mij, er is een jury bij wielrennen. Die gaat daar dan toch over? Ja, jawel. Maar ja, die jury, dat moet je ook niet vergeten, dat is deze man. Het was echt maar heel close. En ja, toen was ik iets te snel. Ik had eigenlijk de vierde finish moeten afwachten. Dan wil je heel snel met een correcte uitslag komen. Maar in dit geval was ik iets te snel. Het is maandswerk, dus ik was iets te snel. Dus de wedstrijdsnelheid gaat zo ontzettend snel. En je neemt in het split-second moment neem je een beslissing. En in dit geval, ja, nogmaals, was ik te snel. Ja. Ja, ik denk dat hij gewoon iets te snel was. En, het is natuurlijk ook een ontzettende drukte, hè? Zo'n finish. Dat gaat echt om een split second. Maar dit is toch zijn werk? Hij weet toch al de hele dag, er komt een fietswedstrijd. Ja. En aan het eind moet ik even kijken wie er eerst is. Ja, ja, en dat heeft hij ook wel gedaan, alleen iets te snel. Ja, maar voor het tweede jaar op rij is er dus verwarring over de winnaar. Dat is best wel een blamage voor Nederland, toch? Ja, nou, ik heb ook even gekeken hoe daarop gereageerd is in het buitenland. Of eigenlijk alleen België. En ja, dat kon ik en ontvangen en redelijk verstaan. En ja, toen, daar zeiden ze dit. Correctie. Correctie op de wedstrijdradio. Mikael Kwiatkowski wint de Amstel Gold Race. En hij is daar al het vieren. Hoe kan je dat iemand zo aandoen? Het is eigenlijk een schande dat dit gebeurt. Dat is meer dan een rode kaart voor alles wat jury is. Meer dan een rode kaart voor alles wat jury is? Ja, de Belgen willen echt dat er mensen geëxecuteerd worden, volgens mij. Maar ja. Maar hoe kunnen we nou voorkomen dat het volgend jaar weer misgaat? Ja, nou, ik denk dus dat we gewoon heel eerlijk naar onszelf moeten zijn. En dat we gewoon moeten zeggen van, luister, wij kunnen dit niet in Nederland. Wij kunnen niet een lijn trekken en dan zeggen wie er gewonnen heeft. Waarom kunnen we dat niet? Ja, gewoon, dat zit ook een beetje in onze volksaard, denk ik. Hè? Wij zijn geen land van regeltjes. Wij zijn van het gedoogbeleid, strijd tegen het water. De kustlijn, dat is hier ook altijd in beweging geweest. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Wat bedoel je? Weet ik niet. Dus ik denk dat we die fotofinish volgend jaar echt anders moeten organiseren. Hè? De renner, dat gaan we gewoon doen. De renner die als eerste Mathieu van der Poel heet, die heeft gewonnen. Ja, zeg maar wat, hè. Goed idee. Dus, ik vind dat vind ik een goed idee. Ik ook, graag gedaan. Okay, ik vond het heel leuk, dankjewel. Oh ja, sorry. Ik ook, graag gedaan. Je was iets te snel. Ik was iets te snel. Ja, ja. Dankjewel, Diederik Smit. Hoi boomers. Jullie hebben per ongeluk op een YouTube-link geklikt. Ga snel terug naar NPO Start om de hele uitzending en losse fragmenten te bekijken.